Oké, welkom bij een nieuwe serie op mijn kanaal, jongens en meisjes. Vandaag gaan we het eens hebben over GTA 5, zou ik zeggen. En ja, we hebben net wakker ook geworden. We gaan even wat auto's ook vandaag ook gaan testen. Hoe snel dat die kunnen rijden, plus remmen, plus botsen eigenlijk, zo'n ding is eigenlijk. Ja, dus we gaan even ook beginnen ook met de game ook te gaan spelen. Ik ga even met deze auto even ook gaan rijden. Dat lijkt me het sterkste auto eigenlijk. Ik ben dan ongeveer zo'n 10 keer daar of zo mee gebotst en die is nog altijd kapot. Heel erg raar. Laten we alweer daar naartoe alweer gaan, want ik ken ongeveer ook weer de map alweer van buiten, maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Dat ik de map helemaal van buiten ken, maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Laten we daar weer even naartoe ook even gaan. Dat is ongeveer hier. Dat we moeten zijn. Ja, ik zie daar ook ineens een straaljager of whatever dat ook is. Maar waar was die alweer? Volgens mij was die hier. Ja, dat is die dus ook daar. Ik zie nu ook daar of ook vliegen. Ja, ik zie die zo weer terug als ik bij die, op die plaats alweer ben. Want we zijn nu al een paar minuten aan het kijken hoeveel dat er nu allemaal kan gebeuren. En we zijn bijna op de plaats alweer aangekomen. En ja, we gaan dus even naar die ene plaats even gaan waar we altijd al gaan. Al ja, we hebben dat nog niet zo uitgetest. Dit is letterlijk mijn allereerste video en dat lijkt me wel een beetje raar dat hier iemand. Allee, dat zie je er sowieso iemand ook geweest. En we laten dan weer beginnen in 3, 2, 1 en. Oké, go. En wat is dit? Oké, dat is heel erg raar om zo ineens ook te zien. Oké, we moeten gewoon even ook gaan vertrekken. We rijden nu ongeveer, ik schat maar iets. Ik weet niet hoeveel dat we eigenlijk rijden, maar we rijden nu al tegen 100 ongeveer. 200 denk ik, ik heb geen idee. Hoeveel dat we eigenlijk kunnen rijden in dit voertuig eigenlijk. Heb ik eigenlijk helaas geen idee eigenlijk nog niet eens van, maar ik denk wel dat we zoiets ongeveer gaan rijden. Ik denk zo tegen 150 km per uur. Oké, remmen. Oké, dankjewel. Nu gaan we even naar de andere kant dan weer even ook gaan. En dat gaat hopelijk wel goed komen. Als we tenminste ook geen botsingen gaan doen. Want ik wil eigenlijk geen botsingen voordat we eigenlijk nu al dat gaan doen eigenlijk. En mijn game lijkt te pletteren ofzo. Ik heb geen idee eigenlijk. Ik rij in ieder geval heel erg snel. Mijn game lijkt echt te pletteren. Oké, remmen. Oké. We moeten hier op dit stuk even ook wel zijn. Dus ik ga hem even ook de goede kant zetten. Zo, en nu gaan 3, 2, 1 en rijden. Oké, ik ga proberen zelfs pas te gaan botsen. Maar ik weet eigenlijk niet zeker dat het eigenlijk gaat lukken. Maar mijn game lijkt echt te pletter. Oké. En nu remmen. Oké, dat was iets te laat geremmen. Oké. Nu is eigenlijk de bedoeling dat we eigenlijk. Ja, we gaan proberen gewoon. Naar dat andere stuk ook even te rijden. En nu is het eigenlijk de opdracht van te botsen eigenlijk. Krijg je trouwens damage van eigenlijk te botsen eigenlijk? Dat is eigenlijk de o zo grote vraag eigenlijk. Dat is eigenlijk nog wel de grootste vraag. En kan je wel botsen zonder damage? Volgens mij gaat het niet lukken, maar ik weet het eigenlijk niet zeker dat het eigenlijk gaat lukken. Wat zijn trouwens eigenlijk de remsporen, de slipsporen zou ik weer zeggen. Oké, dit is wel heel erg goed eigenlijk. Dus zoals altijd dus. Oké, nu is eigenlijk de opdracht eigenlijk van naar daar even ook te gaan waar we eigenlijk naartoe ook wouden. Oké, dat is hier dus ergens in dat klein gebouwtje hier. Dat is hier. Even kijken. Hoe groot is dat? Oké, dat is best wel klein. Dat is niet erg. Ik dacht even dat dat helemaal toe was, maar blijkbaar was het dus ook nog niet eens zo. Oké, dat is dus de achterkant daar. Dat is gebotst expres dus. Nu nog even de voorkant, krijg je damage. Ja, ik krijg heel veel damage. Oké. Allee, ja, niet zo heel erg veel gelukkig, maar wel genoeg. Wel genoeg. Ja, ik ga even dus wel verhuisd terug even gaan rijden. Dit gaat een heel erg kleine video terug even worden. Want dat gaan we bij elke auto, alleen niet bij elke auto zo gaan doen. We gaan proberen bij zoveel mogelijk auto's in GTA 5 eigenlijk te doen. Hoe hard dat die kunnen rijden, plus even remmen. Plus ook, ja, we kunnen ook moeilijk ook. Wacht even, ik heb nog een ideetje. Als we zelfs, of misschien de volgende keer, nog van die allerhoogste berg van GTA een keer zouden af gaan springen. Dat zou wel een leuk ideetje wel zijn. Dus ja, ik zie jullie zo weer terug als ik overhaast terug ben. Dus tot ziens.
Oké, okay. Oh jezus. Oké, okay, dat ga ik expres voor in de video alweer laten. Ja, we gaan even zo verhuizen, ook even rijden. Maar goed, als jullie het nu wel heel erg tof vinden, drop er even een like in Abbers kanaal en natuurlijk ook zo verder. We gaan ook niet stoppen met de video, dat gaat over een paar minuten pas zijn dat we gaan stoppen. Of tenminste over 1 minuut schat ik toch. Ik heb geen idee hoeveel minuten dat we eigenlijk nog nodig hebben. Ja, ik ga even zo kijken wat uur dat nu is in het echte leven. Het is nu 16:33 in het echte leven. Dus bij mij in mijn huis toch. De video komt waarschijnlijk om 18:00 pas online. Oh wacht, ik moet stoppen om 5:00. Dat gaat nog niet eens lukken. Dan moet ik deze keer wel de video even iets vroeger laten komen. Ja. Ja, bij dit soort GTA dinges gaat de video 2-dubbel online eigenlijk komen. Dus ja. Ja, we gaan even naar huis even rijden. Maar ik vind dat mijn game of zo heel de tijd aan de glitchen is. Oké, 100% is het hier. En het was ook 100% hier. Ik heb expres ook even gekeken ook. Oké, wat vinden jullie eigenlijk van mijn auto van daarnet eigenlijk? Vinden jullie die dik of vinden jullie die gewoon... Maar, ik weet niet. Laat het sowieso even weten in de reacties wat dat jullie eigenlijk van mijn auto alweer vinden. Ja, laat het sowieso even weten in de reacties alweer. Wat duurt het nu eigenlijk? Het is nu 9:00 en hoeveel minuten? Ik heb geen idee. Het is nu 9:38 lijkt het erop. Ik heb geen idee hoeveel wat duurt dat eigenlijk is. Maar goed jongens en meisjes, als jullie hebben genoten van deze nieuwe video alweer op mijn kanaal, doe het dan even een duimpje omhoog. En ik zal allemaal zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer alweer. Doei, doei.